allemaal. Ik kreeg vragen over het drogen in het raam, vooral in de zon van het schilderij. Ik volg daarin de oude meesters. Zij droogden hun natte schilderijen in het zonlicht om vergeling en bruin worden van de lijnolie te voorkomen. En vooral om de droogtijd drastisch te versnellen. Zoals je misschien weet, moet elke schilderlaag eerst droog zijn voor je een volgende laag eroverheen zet. En dat is een absolute must. Het zonlicht werkt op deze manier als een secretief. Een secretief, dat is een droogmiddel. In deze video hou ik me meer bezig met het schilderen van de mantel van Lucretia. Ik gebruik de hoofdkleuren zijn eigenlijk deze twee kleuren. Transparant oxide geel en de phthalo blauw. Beide zijn transparant trouwens. En samen vormen ze een soort donkergroen, een hoekergroen. Heet dat. Je kant- en hoekengroen ook kant-en-klaar kopen. Maar het is veel interessanter om te spelen met twee kleuren. Dan laag over laag krijg je een lichte en een donkere groen. En brengt ook veel meer spanning en benadert ook, zoals je dat in het werk van Rembrandt kan zien, de diepe gelaagdheid met de intense kleuren. Rembrandt gebruikte steenkrijt in zijn schilderijen. Hij gebruikte als medium lijnolie, die in de 17e eeuw werd die zelf met de hand verwerkt en tot de juiste kwaliteit. Je hebt dus zongedroogde lijnolie en standolie die je bij het glazeer gebruikt. Bij microscopisch onderzoek is er ook ei in zijn werk gevonden. En met deze drie maak ik een soort stopverf waarmee ik de verf meer substantie geef. Ik gebruik hier een beetje eiwit, kluts het. Voeg bij het eiwit een klein beetje lijnolie. Kluts het weer. En vervolgens breng ik dat bij het steenkrijt.
scheutje voor scheutje. Meng het en giet er dan weer een scheutje bij. Net zolang tot het een stevige vorm heeft gekregen. Mocht het te dik zijn, doe je er nog een beetje lijnolie bij. Ik voeg bij de verf ongeveer 1/4 deel stopverf. Dat meng ik. En dat verdikt de verf aanzienlijk. Je kan er kleine piekjes van maken. Ik bewaar de stopverf altijd in de koelkast. Hij is daar wel een tijdje houdbaar in. Je ziet het wel wanneer die gaat rullen, dan is het niet meer goed. Er zit natuurlijk ei in. Ik besluit nu te stoppen. Ik ben tevreden. Dit was deel 2 van Lucretia, een detail van Lucretia schilderen. Dit was een voorbeeld om ervaring op te doen. Dat is de kern van Rembrandts advies aan zijn leerling van Hoogstraten. Het authentieke ambacht ontwikkelt zich op natuurlijke wijze uit eigen ervaring.